kastenwand hier achter mij, die staat er nu meer dan een half jaar. Ik ga eens vertellen wat ik ervan vind. Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je deze filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je er meer zien? Abonneren. Belletje aanklikken. Word je op de hoogte gehouden wanneer ik een video upload. En nu gaan we eens naar die kastenwand kijken. Een half jaartje heb ik hem in gebruik. Ik ben geen gekke dingen tegengekomen. Alles werkt naar behoren. Er kan enorm veel spul in. Dat is echt gigantisch hoeveel spul dat je erin kwijt kunt. Het is 4,5 meter, meen ik. Het kijkt altijd mooi opgeruimd hier. Nou heb ik dan wat spullen hier op de werkbank liggen. Ben met wat dingetjes bezig. Dus die leg ik hier achter neer. Het mooie ervan is die werkbank zo vlak achter je. Ik hou die lasttafel altijd opgeruimd. Als ik echt heel druk bezig ben, dan lig je hier wel eens wat. Maar de meeste tijd is hij opgeruimd en dat werkt gewoon handig. Spulletjes daar. Ik moet hem nog een keer opnieuw inrichten. Ik heb nu van alles in liggen en sommige dingen denk ik van ja, die moet ik in een andere lager leggen. Want die la heb ik veel nodig. Die kan ik beter wat dichterbij houden. Als dat die verder weg is van mij. Maar de wand op zich, niks mis mee. Eén keer een ongelukje gehad. Is iets heel zwaars tegen de deuren aangekomen. Deur krom. Ik denk van nou, als dat maar goed komt. Maar het is echt solide spul. Ik kreeg hem gelukkig weer in het fatsoen. Maar hij is nu weer, hij voelt weer degelijk aan. Waren deze deuren. Wel een lakbeschadigingetje op. Daar baal ik van. Maar ja, daar doe je niks aan. Voor de verdere rest, ik sta hier altijd te slijpen en zo. En al die slijpstof, die vliegt tegen die kastjes aan en zo. Geven ze niks om. Ik kwam er wel onder een stof te zitten. Dus ik doe wel regelmatig een keer de stof eraf. Maar voor de verdere rest heeft hij er niks mee geleden. En anders gaan staan, ja, dat lukt gewoon niet als ik hier sta te slijpen. Want ik sta aan deze kant te werken. Dan kwam het daar tegenaan. In eerste instantie had ik nog gedacht, zal ik een bankschroef opzetten, die heb ik nu hier staan. Ik denk van, nee, doe me niet, die zet ik hier wel op, die zit met 4 boutjes vast, kan ik hem eraf pakken als ik iets groots aan het maken ben hier. En ik heb die ruimte op die opspantafel nodig. Maar we gaan eens kijken naar de deurtjes en zo. Die sluiten, fantastisch, laadjes lopen lekker. We gaan er gewoon eens naar kijken. Neem nou eens een deur, als je die open doet, je gooit hem dicht. Is toch gewoon geweldig. Ik heb niet echt gereedschap hier achterop hangen. Wel wat dingen, het is in de half jaar tijd is het veranderd, er ging eerst wat anders. En dat zal nog wel een keer veranderen. Deze deur. Precies hetzelfde. Sluit echt soepel. Het mooie van die deuren is. Als je ermee schudt. Ze zijn stevig, hè. Er zitten dus die profielen in. Het is gewoon een degelijke deur. Die bovenkastjes ook. Sluiten ook fantastisch. En ongeacht waar je ze pakt, of je ze nou hier pakt of hier. Sluit fantastisch. Kijk naar verlicht zat hebben. Ze zijn hoog genoeg. Dat ik eronder kan. Ik heb er altijd een hekel aan. Dat je bent toch geneigd om een keer in een kastje te kijken. Maar dat kan gewoon. Ze hangen voor mij hoog genoeg. Ik ben 1,93. Ik heb nu klompen aan. Dan sta ik nog eens 3 of 4 centimeter hoger. Dus. Zo hebben we meer licht. Dus daar zit wel goed. Ik ben nu, ik denk 1,96.
rond die koers met die klompen aan. Hier staat die gereedschapswagen onder. Die heb ik er zeggen en schrijven één keertje uit gehad. En dat was ervoor omdat ik iets elektronisch moest maken. Wou ik aan een houten werkblad zitten. Heb ik de kar eruit gereden en heb ik mijn stoel hier heb ik aangeschoven. Kon ik mijn benen mooi kwijt. Konden we hier mooi met wat elektronica prutsen. Dat is de enige keer dat die gereedschapskar er onderuit is geweest. Hier zit die beschadiging die ik zei. Is de lak eraf. Ja goed, dat was mijn fout. Maar deze deur, precies hetzelfde. En alle tweede deurtjes hebben het. De laadjes ook. Zit wel wat gewicht in. Niet kijken naar de rotsen in de laadjes, daar moet ik nog een keer aan doen. Karretje staat iets achterover omdat de vloer niet gelijk is bij mij. Maar pak ik deze la. Ja, hier kun je het zien dat de vloer niet gelijk is. Karretje staat iets achterover, daar heb ik altijd al een wichtje onder willen leggen. Dat heb ik nog niet gedaan. Als ik de kar eronder rij, dat hij hem zeg maar recht zet, is er nog niet van gekomen. Verder hebben ze nog een keer van HBM contact met mij gehad. Hadden we klachten gehad over deze kastenwand, dat de verf niet goed was. Vroegen ze aan mij, had jij dat ook? Maar moet ik heel eerlijk zeggen, aan de onderkant van de kastjes, daar zat er een hoop spuitnevel. Het zat wel in de verf, maar dat is heel ruw zeg maar, zo'n spuitnevel erop. Maar voor de verder rest ziet er keurig uit. Bovenkanten, de zichtkanten, alles netjes in de verf. Nu wil ik nog een keer van die inlegdingen hebben, van die inlegfoam. Dat ik mijn gereedschap netjes kan leggen, want nu heb ik al mijn sleutels, die liggen er los in, al mijn tangen. En ik heb een hele hoop tangen. Ik heb altijd in de elektro gezeten, dus ik heb al sowieso een stuk of 5-6 tangen. Gewoon van die krimptangen. Allemaal verschillende maten voor CPC, Deutsch connectors, blanke schuifjes, kabelschoentjes. Zijn allemaal verschillende tangen. Die liggen nu allemaal los in de la. Dat is niet anders. Maar daar wil ik nog iets van maken dat er gewoon netjes in ligt. Dat het geordend is. Ik weet alles te liggen. Dat is het probleem niet. Net als mijn steeksleutels ook. Ik heb die steeksleutels heb ik door de jaren heen verzameld. En dat is niet één set, er zijn wel 3 of 4 sets. Er zitten ook ratelsleutels bij, zit van alles bij. Allemaal losse stort in één la. Het ligt allemaal in één la, dus altijd te vinden. Maar daar wil ik nog iets op maken. En voor de verder rest, ja, waar hierin zit. Ik had hier eerst, hierachter had ik een werkbank. Zaten 4 kastjes boven, laaienkasten stonden er nog. Ik had zoveel troep en overal lag van alles. Ik had een gewoon gedoren gereedschapskarretje, daar lag hoofdzakelijk handgereedschap in. Maar die zat proppenvol, ongelooflijk. Veel minder plek in als in deze laadjes. Maar allemaal heel blij met die kasten. Voldoet gewoon, niks mis mee, hoop plek in. Hierbovenin heb ik spuitbussen, schroefjes, al dat soort spul liggen. Slijpmiddelen liggen in dat kastje. Alles past erin. Zelfs het konijnenvoer. We hebben een konijntje zitten hierachter. Het voer zit helemaal aan die kant erin. Dus daar is een aan die kant. Daar heb ik van alles in zitten voor het zwembad. En... maakt niet uit. Ik ga niet alles openmaken en jullie laten zien. Het gaat erom hoe bevalt hij. Er is nog niks kapot aan gegaan, buiten de ene deurtje. Maar daar was ik zelf schuld aan. Zo degelijk dat ik het recht heb gemaakt. En dat het gewoon goed blijft. Alleen jammer dat de verf eraf is, maar dat is niet anders. Daar kun je niks aan doen. En voor de verder ziet hij er nog keurig uit. Als je ziet wat ik hier doe aan die tafelen, wat er allemaal tegenaan komt. Dan is die verf die erop zit best sterk. Die kan wel tegen een stootje.
Het blad, ja, daar werk ik bijna niet aan. Daar leg ik alleen maar spulletjes neer. Buiten dan de elektronica gebeuren, daar doe ik er wel aan. Dat is fijner dan op zijn stalen tafel. Meer kan ik er niet over vertellen. Dus heb je hier nog vragen over, hieronder stellen, probeer ik ze altijd te beantwoorden. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!